Dardo en vandaag is weer een nieuwe dag. En ik ben Lina. Ja, vandaag is weer een nieuwe dag. Vandaag gaan we met de tram naar Reims. Omdat we met de auto naar binnen mogen, omdat daar een milieusticker of zoiets moest zijn die we moesten bestellen 10 dagen voor we naar hier kwamen. Dat hebben we niet gedaan. Die zijn we nu aan het wachten. Hier op de tram is daar, maar die net de andere kant uit is. Dus we gaan zien waar we ticket gaan kopen. Het is hier wel goed weer. Ja, het is goed weer vandaag, hè? Inderdaad, super goed weer. Super mooi. We gaan straks misschien nog een voetbalmatch doen. Oh, een voetbalmatch? Ja, vandaag. Zit er klaar? Dan gaan we dan misschien nog vloggen. Oké, is goed. We gaan straks misschien nog een voetbalmatch spelen. Maar nu eerst naar Reims, van de grootste kathedralen van Frankrijk. Ik ben benieuwd. De tram is er, maar... Het is niet de juiste. We hebben nog geen tickets. Dus we gaan eerst onze tickets daar bestellen. En normaal om de 6 minuten zou weer een tram moeten zijn. Als ik daar... Oei, het is net weg. Ik zal zo meteen nog eens filmen. Om de 5 minuten nu en dan 13 minuten. Dus om de 6 minuten heb je gewoon... Het is eigenlijk echt wel vet, want ik ben nu die tram even aan het bekijken. Die is super mooi. En die heeft zelfs camera's als spiegels. Die heeft zelfs geen spiegels meer zoals bij ons. Want bij ons gaan die spiegels, als ze elkaar kruisen, gaan die spiegels in elkaar klappen in Brussel. Ze krijgen daar bijna dagelijks. Hè. En hier heeft ze gewoon camera's, dus moeten ze daar al niet meer naar kijken. Dus wel super easy. Maar ik denk dat die tram op ons aan het wachten is. Maar we krijgen een ticket niet gekocht, dus... Ja, die mag wel vertrekken, maar... Volgens mij zijn ze zo vriendelijk dat ze gaan wachten op ons. Ah, dat kan ook. Dat weet ik niet. Dat was een ambulance. Ah nee, brandweer denk ik. Er staat iemand in de fik. Ja, dat brandweer was. In de fik. Zo warm. Zo warm vandaag. Heb je goed geslapen? Ja, vooral. Alleen moest ik op inzetten. Nachtje gedaan. Hoe heb je gedaan? Toen wou ik niet filmen. Ik heb ook gezogen dan in de nacht. In de nacht? Ja. En ik moest opeens om 1 uur in de nacht gaan pissen. Is dat zo? Ja, ik heb mijn nachtlamp aan, met mijn ouders wakker. Ik dacht, ja, dat was dus niet mijn bedoeling. Ik ga naar beneden die deur. Dan die wc-deur. Dat doen we daar, hè? Dat doen we bijna ons ticket. De deur maakt te veel lawaai. Dus. Oké, volgens mij zijn we klaar met de tickets. We hebben nog 2 minuten. Volgens mij moet de tram binnen 2 minuten vertrekken. En we hebben ons ticket. Dus we mogen opstappen, denk ik. Ja, we mogen opstappen. Here we go. Ik heb hier wat opstappen. Ja, dat nooit. Gaat het liefje? We hebben daar gekregen. Komt er een beetje bloed uit zijn neus en die denkt dat hij gaat sterven. Ja. Ik ga daar niet tegen, dat ik heb altijd dat ik dood ga bloeden. Liefje, je bloed is al lang gestopt. Ja, dat is dood. Ik heb dat een keer super uitgehad. Moet je even slikken? Dat is een vanina in uw neus geknipt. Dat heb ik al. Is het klaar? Maar ja, dat is nog 2,5. Maar ja, dat is gewoon een klein snotje dat nu uit. Doe dat daar eens uit. Ik voel dat als we in mijn keel lopen. Maar jongen, van reis. Wij bewegen, wij hebben niet meer te bewegen. Maar wat doet je? Zijn beurs te denken. Allee, we zullen hem wel laten doen. Ik voel ze nog even niet als doen. Kijk, zie. Kunnen jij wel mee de rest van de dag? Ik ga naar het ziekenhuis en we hebben bloed bij de kast. Maar hoor, we zijn aan het ziekenhuis. De bus was daar met een helikopter. Zie je nog? Zeg je nog? Er zit een helikopter. Ja, ik kom toch wel aan met de helikopter. Dus content. Als je erin blijft keuteren... Mijn keuteren niet, ik wil studeren. Dus we zijn gekomen, die heeft hem een neusje geknepen, kaart en een bloedje. Ik heb gewoon zachtjes in zijn neusje geknepen en hij had een paar korstjes daarin zitten en hij heeft waarschijnlijk een aardertje geraakt. Bent jij dokter? Nee, ik spel al dat er, waarom dat er nu een klein beetje bloed is, hij is gewoon een manier dat denkt hij al dood. Bla bla bla, half dood ontbloeden. Oh, ja, mensen uitzien, ja, denk je dat je met mijn zon op dat zie. Jongen, daar komt geen bloed niet meer uit. Kun je dat niet weten? Jawel, doe het nu, is dat ook weer. Zie. En? Je ziet niks. Oké. Okay. Dat is gedaan, denk ik. Ik zeg wel als een... Als aandenken, zeg ik het weer. Oh, boy. Maar ja, Lorenzo kan terugstappen. Ik kan terugstappen. Oh, nog altijd. Maar jongen. Dan wil ik dat doen, dank je. Daar moeten we naartoe als we terug gaan. Hè? Als het gaat, moet het straks zo gaan. Nou, anders doe ik het niet. Wie durft zijn wees opzetten voor de kathedraal? Met een nieuwe pul. Ik ga zo naar de stad lopen. Oh jongen, je kunt overdrijven. Voilà. Mensen, ik ben daar nog van België. Jouw bel komt wel nog uit. Zie, ik zeg het er toch. Heeft het er vanaf? Ik weet dat het mijn neus bloed, ik voel dat toch? Aan zien is het ook mijn bloed op bloed. Echt leuk. Maar het heeft nog wel meer slot uit in plaats van bloed. Ja, ja, kom. Weg met de camera. Tussen de momenten wanneer ik al van dood bloeden ben,
ben ik bij de mooiste kathedraal van Frankrijk gekomen. Vind zijn huis. Mijn huis? Hoe kun je dat doen? Dit blijkt de mooiste kathedraal van Frankrijk te zijn, maar het is echt wel mooi. Nee, zie kijk. Ik heb wel iets uit, hè? Nee? Jongen. Zeg, ja? Is dat een vriend van het leger daar? Wat, met een vriend van het leger? Ja. Waar? Ja. Ah, ja. Dat gaat vast gepakt. Dat is hem. Ik was gisteren aan het vertellen van iets in het leger dat we daar iemand aan zijn bed hadden vastgetaped en zo in gevacht hadden gezet. Dus we hadden die helemaal vastgetaped, dat bed rechtgezet en aan de avond was het appel en dan kwam de adjudant langs om te kijken of wij sliepen. En dan stond Molnar daar kaarsrecht met zijn bed tegen de muur. En ja, die lijkt daar precies wel op. Wacht, kijk. Dat is hem. De vierde van links. De vierde van links. Oh, lach je daarmee, maar dat beeld is waarschijnlijk gelost, zie. Dat beeld is gelost en dat hangt vast. Maar het lijkt wel op Molnar, ja, inderdaad. Heb je ook zo'n baard? Mooi. Nee, want dat mag niet in het leger. Dan moet je zo allemaal alles afdoen. Die baby gewoon de stambeeld vasthouden. Zo mooi, hè? Ik vind het echt chic. Nee, ze hebben ze, denk ik. Oké. Maar vind dat hier beneden. Ik moet even verder doodbloeden. Deze maquette weegt 80 kilo. We hebben ze met zijn zolder gevonden van de kathedraal waar wij nu in staan. Hoe gek is dat? En terug buiten, petje op. Het is goed weer. Softijs, je wilt wel heel erg softijs geven. Nee, ik wil lightsabers. Oh, lightsabers. We hebben lightsabers en softijs. Ja, ik wil gewoon genieten. Reclame maken! Nieuwe merchandise! Woehoe! Deze, kijk hè. Zoals de echte, zie je? Zo, en dan deze hier ook. Deze. Dat is een echte mens. Ik ben een echt mens. Maar nu zie je daar gewoon niet meer. Ah nee. Ik zie de bicep niet meer. Nu wel. Hallo. Yo, dag mensen. Taal, niet dag hoor. Maar? Wardrobe. 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 Oh nee, daar moet je naartoe. Nee. Oké, we gaan eerst iets eten. En dan gaan we richting weer een champagnehuis om daar weer champagne te proeven. Lekkere milkshake. Ik zeg tegen Stefan, geef maar iets om te drinken, maak jij het wat. Een milkshake. En om te eten is ook van ciabatta met hamburger en tomaten en kaas. Smakelijk. Dat water is echt heel mooi. Het is zo blauw. Oeh, liefje. Dat is wel warm. Ik voel dat direct. Ja, worry. Go worry. Ja, deze ook warm. Wow. Deze ook warm. Allee, laat zien wat je kan. Zo. Hey, sexy, hè? Ja. Sexy, hè? Oh, liefje. Deze is er maar eentje. Dan moet je dit doen. Die weet er eens niet. Hallo. Waar? Flex die biceps. Laat hem doen, liefje. Goed gedaan. Woehoe! Go, red, go! Go, red, go! Kan ik niet goed doen. Ze gaat dat goed kunnen. Nee, sterk aan. Ah, die kan wel zo goed. Ja, zeven keer over en weer. Nee, maar echt maar hier. Maar zie, ik heb echt niks aan mijn armen. Ja, kijk die biceps. Flex biceps. Wat ga je nu? Ja. Had je Patrick toe? Nee.
Voilà. Ik weet niet dat ik dat kan. Ja, pas wel op, hè. Voor de schouwers is dat wel. Oh nee, ik heb je aan jou. Josh. Kom maar, papi. Je moet eens een keer in het skippen. Ja. Zie, dit is wel een beest. Oh. Ja, maar je moet je opspannen boven en dan goed ademen. Ja. Snap je? Ik adem de goed. Nog eens. Dus opspannen. Goeie en dan? Nou, rustig, je moet hangen. Maar pas op voor zijn schoudertjes. Ja, pas op, niet aan het doen, met ja. En je moet je constant, ja. De auto van Roger de Vlaming op GTA. Vliefje. We zijn er vanaf van de wandeling. Ja, ik heb echt warm kijk. Ik heb ook zo'n vijvers. Maar onderweg ben ik een plusje kwijtgeraakt van mijn windjammers, van de plusjes voor de wind tegen te houden. Het kan zijn dat de sound iets anders is dan anders. Maar los daarvan, leuke namiddag. In ieder geval op naar de tram. Ik moet mijn poel gaan wassen. Ze hebben daar per ongeluk koffie op gemorst en het ziet er echt niet uit. Dus ik hoop... Ik heb nog geen 24 graden. Dus ik hoop dat het eruit gaat en dat de kleur behouden wordt. Desondanks dat er zoveel op gemorst is. We gaan het zien en dat we weer het levendig bewijzen dat we kwaliteit hebben of niet. Hè. Hier ritten naar beneden, maar die heeft blijkbaar heel deze weg geladen. Want hier gaan die leidingen weg, dus hier rijdt hij zonder rechtstreekse stroom. Dus eigenlijk een soort van half elektrisch, oh ja, sowieso elektrisch, hè, maar je weet wat ik bedoel. Dus hier rijdt hij zonder stroom verder tot het volgende punt waar hij wel weer kan laden. En de tram is daar, hopla. We worden weggepakt zonder peage. We dachten een keer binnenbanen te rijden. Komen we weer toe op een champagneproeverij. Een soort van brouwerij. We hebben een glas gekregen en een bandje. Ja. We gaan het meemaken. We gaan het zien wat je daarvan vindt. Niet slecht. Jessica, staan we op rieven. Riet goed. Jessica, staan we op rieven. Ja, dat vind ik beter dan ik op mijn bed. Ik vind het eerst lekker. Echt genieten met zonneplek. Mannen krijgen bier en dan komen ze spelen. We zitten dus nu, we zijn dus nu beland op een huis. Oeh, je kan er niet opkomen. Waar zijn we nu weer? Frankrijk, niet Engeland, Frankrijk vandaag. Ja. Nee, op een feest waar we in het begin. Op een feest? Wat? Ik ga het even aan de mensen uitleggen. Ik zal het even expliceren. We zijn niet op een feest, we zijn op een soort van wijnfeest, maar dan champagnefeest. En je kunt dus proeven, ik heb een glas gekregen. Ik heb het zelf niet gehad. 5 euro. En dat is het resultaat. Je kunt dus gewoon proberen zoveel als je wilt. Ik heb net super lekkere macarons en rozenkoolen van elk. Gegeten. Dat was een gebakken pudding. Ja. En deze klas mogen we mee naar huis nemen. En die mensen daar hebben dat gemaakt. Ja, die mensen daar hebben dat gemaakt. Ik ga zeggen wat lekker was. Ja. Ik ga zeggen dat Lina was. Lina is al helemaal weg. Precies. Bonjour. Oh. Ça c'est la reine. C'était la reine. Ça c'est un fromage asiatique. Oké, dus die bijenkast. Als je hand op die kast legt, dat twee compartimenten, links en rechts. En waar het warmste was, daar zit de koningin. Super raar om te voelen. Dus de ene kant was het warmer dan de andere kant. En dan wist die meneer, ah, daar zit de koningin, want daar is het warmer. Super raar. We hebben er wel twee lekkere potjes gekocht. Oké, Lina. Hallo. Moet gaan pissen. Ja. Dus dan ben ik omdat maar mijn antidiuretenshormoon niet meer werkt. Ja, ze moet gewoon pissen eigenlijk. Door de alcohol. Omdat ze zat is. Zo, nee, ik ben heel niet snel zat. Plassen. Zo werkt dat. Ik heb dat geleerd op school. Ja. Ze moet eerst snel plassen en dan gaan we terug naar nummer 3 en nummer 7. Dat vonden wij de beste.
Dan gaan we wat flessen halen. Ook wat flesjes voor thuis mensen te plezieren en voor cadeautjes te geven. En dan gaan we terug richting ons huisje. Want dan moeten we nog naar de winkel gaan, inderdaad. En ja, een vlees gaan halen voor de barbecue. Dus we gaan vandaag terug barbecue. Dus het is nu, hoe laat is het? 5:30. Ja, het is nu 5:30. En dan gaan we richting de winkel gaan. Barbecue vlees halen. En dan die leuke spelletjes spelen als het nog goede weer blijft. Maar tot nu toe ziet het er vrij oké uit. Dus op naar het woord. Ten! Dat is voor Emilio voor binnen een jaar. Tanti Guria tijd, Fajan. Ja, dag. Het is gelukt. Het is gelukt? Hoi, hop. Nu champagne kopen. Hier is een glas. Dank. Hoi. Je bent gek. Ja, je moet dringend naar huis. Ja, 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 toevallig zijn het de mensen van daarnet, ja. We zijn dus op bijna op het einde van de proeverij en mijn liefje is kapot. Hij kan niet meer, kijk. Kunnen doorgaan, niet. We hebben alle kraampjes geproefd. No, 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 no. Mama, hoeveel kraampjes waren dat? Ik denk 13. En nu zijn we aan het terugwandelen de route. En bij sommige de beste, degene dat we de beste vonden, daar zijn we nu aan het kopen. Kijk, hier staat het al. Hier staan al twee flessen. Mijn liefje en ik gaan niet overdrijven, want we zijn natuurlijk maar met twee. En ik als het ware. Maar we zijn aan het cadeautjes verzamelen. En dan denk ik als we mensen uitnodigen met de barbecue en zo. Zo flessen in huis hebben. Dus, komt goed. Zie, meneer is handvatjes aan het maken voor ons. Zodat we die makkelijk kunnen dragen. Zie? Hop. Het is gewoon zo. Hoppa. Oké. Dus zij hebben handvatjes gekregen en ik moet dus zo rondlopen richting de auto. Maar maakt niet uit, we gaan nu richting de auto. Eindelijk naar huis voor de barbecue, want ik heb geweldig veel honger. Honger? Yes! Ja! Honger? Ja! Honger? Ja! Ja, voilà, kijk, we gaan lekker eten, jongens, we honger. Ja! Nee, ze zijn super flink geweest, want zo 2-3 uur rondwandelen. En die jongens mogen niks drinken, hè? Ze zijn nog niet uit. Dat was super stom. Dan is dat stom, hè? Dat inderdaad, stom. Dat dacht ik al wel. Het is wel een glaasje, we hebben een glaasje. Ja, ik ben mijn glas kwijt. Hoppa, het is nu op naar de auto. En liefje, lukt het? Man, man, man. Liefje, waar doet dat goed? Man, man, man. Kijk eens aan. We hebben een hele grote vangst mee. Daar hebben ze ook allemaal iets vast. We hebben dat hier weer goed gedaan. Oké, okay, we zijn in de auto gekomen. Eindelijk nu op naar de winkel. Barbecue vlees halen en dan op naar de barbecue. Voilà, naar de winkel geweest en nu is van een barbecue. Bordje gehaald en dan gaan we eraan beginnen. Hè. Dus lekker genieten vandaag nog. En dan voor de rest van de avond weet ik niet wat we gaan doen. We gaan het nog zien. Maar nu gaan wij gewoon genieten van de barbecue. Oké, okay, we zijn een nieuwe dag en de laatste dag van de vakantie. Dus we zijn weg. En we gaan toe met jullie. Ja, we hebben alles ingepakt. Alles zit in de auto. Nu gaan we bijna vertrekken. Ja, dus nu gaan we vertrekken richting België en dan gaan we naar Flippy. Ja. Kijk eens. Flippy. Ik moest dus kijken hoe hij zich ging parkeren. Goed gedaan. Ik ben super trots op jou dat je zo goed kan parkeren. We zijn net tegengehouden door een motorbende. Die zeiden dat we niet aan het château mochten komen. We zijn in het kasteel. En ik zei, oké. Okay. Dat is niet waar. Aan dat kasteel mogen we niet komen. Maar de motorbende wel, maar wel ik heb niks gezegd. Ik was gewoon van, bonjour. Los. Ja, dan gaan we dat doen. Maar tegen dan is die fles champagne al slecht. Hier. Ja, we gaan die champagne drinken als we zo trouw aankondigen. Tegen dan is die champagne al heel slecht, ze liefje. Ja, zegt, we moeten die openen voor een speciale gelegenheid. Ja, maar er zijn veel speciale gelegenheden. Voilà, bijvoorbeeld zoiets. Ja.
Ik heb wel een foto daarmee. Ik heb honger. Hoe kan dat? Je hebt net gegeten. Ja, ik heb heel erg als ik geen honger had, maar nu ben je het bekend. Oh. Kijk, dat loopt nooit door naar vanachter. Dat zit jij, hè? Ik ga naar een kasteel. Ga je naar een kasteel? Ik ga mee. Dat is zo'n echte tank geweest, ja. Die zal nog wel gewerkt hebben. Dat is toen 6000... Nee, 8000... Helemaal, kijk. Hier echter moest je daarin krabben waarschijnlijk, hè. Oh nee, toch niet. Dat is nog iets anders. Nee, oh, die tank heeft waarschijnlijk wel zijn dienst bewezen. Denator, dat ziet er mij toch iets echt uit. Wauw. Ik ben naar boven gelopen. Check dat. Ah, dat is mooi. Wow. En daar is een concert. Dat is nog wel leuk op de achtergrond. Mooi een uitzicht. Dat is absurd. Wauw. Wat is dat? Ik zie 130 kisten liggen hier beneden. Container ineens of 1500 soldaten. Dus er liggen 1500 soldaten beneden. Waarvan er maar 11 zijn. Dat ze weten wie dat is. Ja. Dus dat is hier eigenlijk gebouwd na de oorlog, ter herdenking van de soldaten. En ze hebben het hier allemaal opgegraven hieronder, want hier beneden is een kelder. Als je ook kunt zien, dat is een kelder naar beneden, daar liggen al die coffins. En dat zijn de londen die allemaal hebben meegevochten. Dat is echt gek. Dat is absurd. Daarvan zie je hoe goed we het eigenlijk hebben deze tijd. Echt gek. Divisions, dat is als de cavalerie heeft ook meegedaan, de paarden vroeger en zo. Allemaal legers die gesneuveld zijn. Dat is echt chic dit. Dat is echt mooi, joh. Welke was het? Ah, dat is hem helemaal. Die kleine. De staartje. Het is een dier en dat, die staat voor ons. Dat is hem. Dus deze zou wel kunnen gewerkt hebben, want je moet gewoon rubber rond die banden doen. Of misschien met die metaal, dat ook wel gaat, dat ook wel goede grip heeft. Dat waren de tankjes van de Eerste Wereldoorlog. Het is wel een verschil wat we nu hebben natuurlijk. Deze was vroeger. Ik zal even in beeld laten komen wat we nu rondrijden. Zie, dat zijn die van vroeger. En links zie je die van nu. Oké, we hebben het leuk kasteeltje, of die memorabele, of wat ook noemen we daar, gezien. Dat is wel erg, hè. 1500 mensen daar gestorven zijn in de oorlog. Die liggen daar nu beneden. Dus daar zien we hoe goed we het nog hebben. Hè. Anyway, we gaan nu dus richting België, richting onze Flippy. We gaan de camera wegleggen voor deze leuke autorit van 3,5 uur. Yep, inderdaad. En hier zijn we dan terug in België, al wel even. Want we zijn nu al de derde vlog van Frankrijk aan het editen. Dus we zijn al enkele weken later. Mijn vraag is, wat vonden jullie van deze vlogs? Vinden de vakantievlogs? Moeten we dan meer gaan doen? Laat dan zeker weten in de reacties hier beneden. En laat zeker ook een duimpje achter als je het een leuke video vond. En dan zien we elkaar volgende week terug bij een gloednieuwe vlog om 4 uur op woensdag. En dan zeg ik je met eentje voor deze vlog af te sluiten. Of ja, ik ga eerst kijken of Lina tijd heeft om de vlog af te sluiten. Want zij is momenteel aan het studeren voor haar examens. Dus ik weet niet of ze tijd heeft. We gaan het even zien. Laat even de vlog mee af, liefje. Ja. Ja. Oké. Dus ze is lekker aan het studeren, maar ik kan de vlog afsluiten. En dan kan ik mijn edit doorvoeren en dan kunnen jullie gewoon genieten van deze vlog. Dus, liefje, dan zeggen we zoals altijd. Flex de biceps! En joe!